Het is vandaag zaterdag. Ja. Nieuwe week, nieuwe kansen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Het is leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat je op deze video geklikt. Ja, dat is sowieso echt fantastisch. Ja. Je bent vandaag naar een school gaan kijken. Ja, klopt. Hoe was het? Leuk. Nou, mooi. Kort verhaal. Ja, dat is leuk. Wil je er niks anders over te vertellen? Ik ga naar die school. Nou, ja, goed. Ja. En nu zijn we onderweg naar de Arkhoeven. Ja, vanmorgen hebben we Vrona al georganiseerd. Ja. Nee. Ja, het was alleen nog een beetje donker, dus daarom konden we niet heel veel filmen. We moesten ook weer heel snel weg. Zo. We hebben eigenlijk helemaal niet gefilmd. Nee. Vandaar ga ik op Blondie en Borisje rijden volgens mij. Ja, eerst Boris. Kan je met Boris Kandaanje dan even helpen? Ja, en dan met Blondie ga ik dan zelf. Blondie kan je even zelf rijden. Ja. Ik moet oppassen met de Boris. Tessa die is weer die iets kwijt, zo gaat dat. Ik zag net bijna een pony in mijn auto. Dat is ook gek. Ja, die is bijna in mijn auto. Tessa is een TikTok aan het maken. Ja, Boris. Welkom in het leven van een TikTok pony. En jij hoeft nog twee stukjes op te nemen. En wat moet ik opnemen dan? Je moet op het geluid luisteren. Ja. En als die dan een stukje netjes loopt, of goed loopt, dat je dan een stukje filmt, dan weer stopt. Dus voordat het volgende zinnetje begint. En dan aan het eind ga je door tot het eind. Dus nog stukje. Twee stukjes? Ja, twee. En hij moet twee keer mooi lopen? Ja, ja. Ik zou zeggen, doe je best. De ene keer stap, de andere keer gelop of allebei wel een andere gang. Oké, mevrouw. En eerst een wat langzamere gang en daarna wat sneller gang. Nee, nog niet. Nee, maar ik oefen even. We hebben in ieder geval thee. We hebben in ieder geval thee. Tess is even de oortjes in aan doen, dan hoef ik niet te schreeuwen. Vandaag rijdt Tess hem voor de tweede keer. Dus we gaan even kijken hoe het gaat. Gisteren hebben ze gefreesteld. Dus ik hoop dat ze een beetje dichter tot elkaar zijn gekomen. Dicht zeker, maar... Nou ja, we gaan het zien toch? Ja. Vaak is het ook wel, als je er een beetje op de grond aan werkt, dat het met rijden ook stukjes beter gaat. Ja, we hebben dit een beetje opstaan. Lang, zelf makkelijk en los zitten. Veel langer. Ja, daar. Dat je hulp geeft met je kuit en dat je sport alleen een keer inwerkt op het moment dat het echt heel hard nodig is. Achteren. Je wil vooral zijn buik en zijn kont opzij duwen. Braaf. Niet aan rechts, hè? Zie je hoe krom die is aan de voorkant? Je moet zeg maar zo zien, Tess, hoe rechter die in zijn hals is, hoe meer die pootje over moet. Hoe schever die is in zijn lijf, hoe krommer die is, hoe moeilijker en eigenlijk die minder wijkt. Dus je gaat hem zo recht als een plank houden, als een kaars. Zo, recht. Aan links. Opzij voor rechts, aan links, opzij voor rechts, aan links, opzij voor rechts, aan links, opzij voor rechts. Ja, zo, hoe ging het, Tess? Ja, was mij best goed. Het ging heel goed, hè? Van de week rende je nog een beetje de volt uit, maar dat had je goed opgelost. Ja. Dus dat deed hij eigenlijk vandaag een stuk minder. En hij deed al, hij was echt al wel een stukje sneller, dat hij sneller aan je been reageerde. En dan zie je met hem zeker dat als hij aan je hulp is, dat hij ook meteen mooi naar je hand toe zakt. Ja. Hartstikke goed. Oké, nou, inmiddels zijn alle plannen weer anders dan dat ze waren. Tess heeft Boris en Blondie gereden. Maar die gaat nu Kier nog wassen en daarna nog een workshop frontriemen maken, volgen geloof ik, iets in die geest. Dus ik ga nu naar Middenhof, Verona nog even in de molen zetten, die is vanmorgen gelongeerd. En natuurlijk eventjes naverzorgen en zo, dekentjes wisselen. Die heeft overdag de turnout met therapie op van Bukos en dan s'avonds de gewone power turnout.
ik ben de vies. Ja, je vieze paard. Het is vandaag zondag en ik ben in wedstrijdtenue en ik zit op Verona. Want ik heb vandaag met Verona de BB. Voor het eerst, volgens mij. Spannend? Ja, ben wel een beetje, ja. En ik ga ook nog twee andere mensen. Nou, lekker rijden. Ja. En begin maar gelijk met draven. Ja. Nooit zo'n grappig proefje gereden. Aan alle kanten. Nee, ze begon voor te trekken. Achter liep ze wel heel goed mee. Dat vond ik wel fijn. En ik heb er wurm van gekregen. Wat van gekregen? Ik heb er wurm van gekregen. Dat is wel warm. Ik heb met Verona in de proef gereden. Ik vond het eigenlijk nog best wel heel erg goed gaan voor mijn eerste keer BB. Maar de punten die zeggen iets anders. Want in mijn eerste proef heb ik 160 punten. En in mijn tweede proef 154,5. En de jury die zegt dingen over het bit en over het tong. Maar, en over een bitfitter die moet komen. Dat is iemand die naar bit gaat kijken en dan welk bit erbij hoort. Dat is al gekomen. En we hebben met Hoogstel hebben we ook alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te krijgen. Ja, maar ja, het was een beetje teleurstellend omdat Tres heel veel plezier gehad heeft. En ik denk Verona ook. Ze geeft aan, mag ik kijken wat er precies staat? Er worden echt conclusies getrokken. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt bij een jury. Maar er staat netjes op de letter en zo, dat is allemaal wel zo. Mm. Maar er staat ook, even kijken. Advies bitfitter laten komen. En bij die andere staat het nog iets uitgebreider. Tessa, jouw paard vindt het bit waarmee ze rijdt niet fijn. Dat geeft ze aan door haar tong uit de mond en tegen de hand te lopen. Tip, laat de bit weer komen en ga met haar een bit uitzoeken wat jouw paard wel fijn vindt. Nou ja, op zich is het natuurlijk lief dat ze mee wil denken met een paard. Ja. Wat een beetje jammer is, is natuurlijk dat wij Verona een bitfitter, zadelmaker, osteopaat, alles al gedaan hebben vanwege dat ze een tong uit de mond hebben. We weten nu dat het waardoor het komt. Nou ja, we weten niet zeker waardoor het komt, maar we hebben daar wel een idee over. En dat is niet op te lossen. Ze is natuurlijk ook wel 18. En als ze helemaal ontspannen rijdt, dan is er niks aan de hand. Ja, bijna 18. Is er niks aan de hand. Maar zodra ze maar een klein beetje spanning heeft, doet ze natuurlijk de tong eruit. En dat is niet te verhelpen met een bit. En ook niet met een hoofdstel. En ook niet met een zadel. En ook niet met de osteopaat en wat dan ook. Dus ja, dat is een beetje teleurstellend dat alles daarop gejureerd is. Nou, als ze die tong nou had weggerekend, denk ik dat ik wel hogere punten had gehad. Het zou kunnen, misschien ook niet, dat weet ik niet. Ja. Maar goed, het was in ieder geval vrij heftig om een BP-proefje te rijden, denk ik. Ja, volgens mij is het gejureerd op LM. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar het was wel heel heftig om je eerste BP-proefje op een paard te rijden. En dan op Vroontje en dan zulk jurycommentaar te krijgen. Vond je wel echt vervelend, hè? Ja. Ik ook. Ik heb niet op de jury gewacht, want er moesten nog wel een aantal mensen rijden en we hadden weer andere dingen te doen. Ja, misschien dat ik er toch een mailtje aan ga wijden of zo, want er worden wel conclusies getrokken die niet terecht zijn en dat vind ik wel jammer. Maar goed, de volgende. Nu ga je Blondie en Boris tussen de hekjes op de Arkhof rijden. Ja. Zin in? Ja. Spannend? Nee. Nee? Oh, nee. Dat is wel fijn. Dan ben je in ieder geval niet zenuwachtig. Ja, Daan gaat eerst rijden. Ah. Zo, ja, en weer ontspannen. Zo. En dan ga je lekker een beetje door de hele bak heen rijden, Tess. Twee teugels aan je been. Twee teugels aan je been. Goed zo. Wil je jas uit? Even kijken of je er dicht was. Nee. Kijk eens, joh. Hey. Hoppla. XS'je. Mijn borsten zijn te groot. Gaan we alleen niet hier naar kijken? Nee. Hij moet wel met je open blijven, zo hier. Ja, dat is beter. Goed, ja. Twee handen een beetje ernaartoe. Keurig. En dan ga je zo van hand veranderen. En onderweg blijf je constant een beetje bezig, hè? Ja, ja. Tikje. Ja, dat je voorkomt dat je hem hoeft te schoppen. Daar, ja. Twee teugels. Niet te veel. Alleen
zijn neusje naar binnen. Let op dat je nu op de stoel afstuurt, hè? Ja. Maak jezelf mooi lang. Braaf. Twee handen een beetje er naartoe. Keurig. Goed zo. Je komt. Hand laag. Kuiter aan. Hand laag. Ja. Dus een beetje je billen naar voren. Een beetje lichter zitten. Je kuiten naar achter. En dan doe je een beetje met je kuiten links en rechts. En links en rechts. Ja. Mag je nog verder naar achter leggen je been? Ho. Ja. Ja, daar gaat hij. Om de beurt. Om de beurt. Nee. Ho. Laat. Jezelf lichter maken. Ho. Ja. Maar wel met je vingers of met je kuiten. Geef niet. Om de beurt maken. Ja. Ja. Benen weer naar voren. Benen in het zaal. En het hoofd. Ja. Kom maar. Kijk. Op een gegeven moment zou jouw paard moeten weten dat als jij je billen een beetje uit het zadel doet en alleen je benen naar achter legt, dat hij achterwaarts moet gaan. Ja. Ik vind dat heel mooi, als jij maar voelt dat het voorwaarts blijft. Jij moet altijd het gevoel hebben dat als je kuit geeft, dat hij harder gaat. Als dat kan, dan is het goed. Goed zo, Tess. Je wil niet te lang laten worden, hè? Ja, ik kijk net of je op de foto bij C kunt galopperen. Teugel niet te lang, teugel niet te lang, anders moet je je handen op gaan tillen. Let op je rechterbeen, die steek je af. En juist daardoor komt haar kontje naar rechts. Hand laag, ja, hand laag en halt. Goed zo, ontspan en stap weer weg. Goed zo, en weer halt. Hou je rechterkuit aan de buik, hou je rechterkuit aan de buik. Ja, want die kan voorkomen. Goed zo. Die kan voorkomen dat de kontje naar binnen komt. En dan stap je weer weg. Goed zo. Je bent een stukje aan het wijken. Heel de tijd bezig blijven. Zo, ja. Meteen een mooie ruime stap. Heel goed. En dan mag ze niet te veel tegen de muur aan lopen met de hoofd naar binnen, hè. Maak dan een neusje rechter. Dan zijn met je been niet te telkens langer laten worden. Zo, dat is zonde. Want dan moet je iedere keer weer overnieuw beginnen. Ja, en hou er. Ja, geeft niks. Galoppeer je gewoon een stukje door. Maak jezelf mooi lang. Maak jezelf mooi lang. Die benen mogen nog langer, Tess. Ja, goed. Je eigen houding is ook belangrijk, hè? Heel erg goed. Lekker zitten. Alsof je van slijm bent. Ellebogen aan je zij. Ja, kuiten bij, kuiten bij. Heel goed. Zo, ja. Ja, en meteen weer zo snel mogelijk kunnen draven alsof je niet gegalopeerd hebt. Zo, kom. Binnen het ietsje te sloopjes. Goed zo, daar ja. Heel goed, probeer meteen mooi door de hoek heen te wijken. Heel goed, Tess. Heel goed. Laat de hier zo maar uit de hals strekken. En dan ga je dat een beetje doen op een slangenvolte met drie bogen. Het is vandaag een dag. Maandag. Maandag. En ik ga vandaag Blondie en Boris vertroetelen. Dat soort dingetjes. Even freestylen misschien. Ik denk dat Boris ook een kusje wil laten leren. Want dat zou voor zijn volgende eigenaar misschien ook wel heel erg leuk zijn. Want Bella, daar heeft Jill nu nog heel veel plezier van. En ik dacht als Boris naar een klein pennymeisje gaat, of een jongen, dat hij er dan ook heel veel plezier aan heeft. Dus dat ga ik even vandaag met hem oefenen. En ik denk dat hij dat wel heel snel kan. Ik wil met Blondie alvast richting de kleine stapjes vlemen gaan. Want het kan ze nog niet. Maar wel al een beetje. Ze doen nu wel een beetje zo. Maar nog niet helemaal zoals ik het wil. En moeders, wat ga jij doen? Daar komt een livestream. Maar ik denk dat die livestream al geweest is voordat jullie deze video zien. Dat denk ik ook, ja. Maar we gaan een live les geven. Les met Tess en Daan natuurlijk. Ja. Dave en ik gaan die les presenteren. Bianca Schoenmakers komt waarschijnlijk ook. Heb ik les van Daan? Wat zeg je? Dan heb ik les van Daan. Ja, we moeten even kijken hoe we dat allemaal in elkaar gaan kleden. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk een oefening voor de Go Social Party. Ja, want daar gaan we iets heel leuks doen. En pas als het programma bekend is, dan pas kunnen we dat onthullen! Kevin! Gaan we er ook speciale t-shirts voor maken? Ja, dat zat ik ook aan te denken. Ja, dat is wel gaaf. Want net zoals vorig jaar Expeditie Ponies zon. Nou, daar gaan we nog even kijken. Over nadenken. Ja. Maar we gaan in ieder geval daarvoor oefenen. Daar gaan we een aantal dingen live doen. En met Instagram. Jongens. Dag, ik kom hier gewoon lekker Blondie poetsen en zo. Op
een gegeven moment zie ik dit. Zit ineens een kip of een haan in Joey's stal. Kom! Kom! Hoppak! Waar dat? Kom! Hoppak! Tokkie! Tokkie, tokkie, tokkie! 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 Hier komen, kom! Goed zo, brave Tokkie! Tokkie, kom! Tokkie! Goed hier! Tokkie, tokkie, tokkie! Tokkie! Oh nee! Tokkie, tokkie, tokkie! Tokkie! Tokkie, kom! Tokkie, kom! Kashmir, wat moet ik met deze kip aan? Tokkie, tokkie, tokkie! Kom, naar buiten! Tokkie, tokkie, tok! Tokkie, tokkie, tok! Tokkie, tokkie, tok! Doei! Doei, Tokkie! Zo, Blondie staat achter het hekje, want ik ga Borisje halen. Want Blondie, die is al te... onder het solarium geweest en ik heb haar beentjes gewassen. En dat ga ik nu ook met Boris doen. Hem ook even lekker poetsen. Hier staan mijn poetspulletjes. En hier kan ik ze deken even neerleggen. Hier is Boris. Ga ik even poetsen, net zoals mijn Blondie. Zo, het is inmiddels tijd. Ik heb met Boris gedaan. Iedereen kijkt naar buiten, want ik ga slobber maken. Ik maak dat voor 7 paarden. Dus als je denkt, wow, dat is echt veel. Hallo, hier. Dat kan kloppen, want ik maak het voor 7 paarden. Een lekkere wolle. En die giet ik er dan zo in. Jullie vallen bijna aan de slobber. Geef ik mandonen, geef ik iets minder. Doei. Dan Blondie, die geef ik een hele. Toet! Zo. Dan pak ik nog een. Eentje voor Just. Oh, ik heb iets te weinig gemaakt. Oh, nou ja, komt wel goed. Voor Kashmir. En dan ga ik dit even verder afmaken en dan zie ik jullie zo weer. Ja, tot zo. Dag vandaag. Dinsdag. We hebben inmiddels het programma maar weer omgegooid. We weten gewoon niet meer. Ja, een beetje in de auto. Verona in de molen, want er is iets misgegaan in de communicatie. Ik ga nu de deken halen, vertel je de rest maar. Ik ga Verona haar hoefjes krabben. Mijn moeder met de deken gaat gewoon naar een stapmolen. Zitten. Hi! Ja! Vandaag gaan we naar de Alphoven toe. Voor Blondie en Boris. Dan ga ik die twee rijden. En daarna gaan we weer terug naar middel. En dan gaat mijn moeder Verona rijden. Zo, het is inmiddels tijd om Verona uit de stadmolen te halen. Nou, ja, zo het al. Hier is moeders. Ja, hallo, ik ben op jullie reacties aan het reageren op Facebook en YouTube over de 2 proeven van Tessa in de storm. Met de bijzondere punten en het bijzondere commentaar. Dus dat ben ik aan het doen. Dan kan Tessa ondertussen Vroon eruit halen en dan gaan we gauw naar de volgende manege. Ja. Zo, ik ben op stal bij de armhoeven. Hier staat Blondje. Auw! Moeders, die komt aan met pijn. Ik ga Boris zijn zadel pakken. Ja, de moeders gaat Boris pakken. Dus ik ga even zijn zadel pakken. Ik moet jullie even wat uitleggen. Want... Eerst dat het woensdag is. Oh, het is vandaag woensdag. En ik moet jullie nog even wat uitleggen over gisteren. Want ik ben gisteren van Blondie afgevallen. Het ging niet helemaal lekker. Ik ben een beetje stijf daardoor. En ik
we hebben het ook niet op film, want op dat moment was iets met de camera. Nee, er was niks met de camera. Alleen ik had hem gewoon aan mijn trekker gedaan. En ik was vergeten om hem weer aan te zetten. En na 20 minuten gaat hij gewoon uit. Dus we hebben alleen een leuk stukje van Boris. Gezellig. Maar ja. Blondie niet meer. Dus dat. En ik ben een beetje stijf erdoor. En daardoor heb ik vanmiddag niet heel veel gedaan. Omdat ik echt... Ik voelde me niet heel prettig. Ik voel me niet heel soepeltjes. We gaan naar de Horse Store toe. En wat gaan we daar doen, moeders? We gaan een TikTok maken voor de Red Carpet Challenge. We zijn er. Fijn. We gaan er eventjes... Oh, ja. Oeh, donker. Donker, donker tegen licht. Ja, we zijn er. Hi! Nou, we zijn er, dus we gaan even een TikTokkie opnemen. Nou, zoals Tess geteld heeft, is ze gisteren er afgevallen. Is ze vandaag nog wel stijf. Ja. Toch gaat ze even in ieder geval proberen om de springles met Corona te doen. Want als je je spieren met rust laat, word je alleen maar stijver. Gaat alleen maar meer zeer doen. Ik ben ook helemaal ingepakt. Ja. Dus, Helemaal warm. Dus ze gaat even proberen. Lukt het niet, stap ik ook. En dan ga ik gewoon de springles doen. En lukt het wel, dan ga je lekker springen. Ja. Toch? Nou, laten we maar gaan. Ik ook. Nou, ze is nog pijnlijk, maar ze houdt het nog vol. Dus het gaat soort goed. Moet je jas niet uit, Tess? Zeker? Ja. Oké, okay, ik ga maar weer de oefening vragen. Eerst dat het een merrie was. Nee, niet die. Het blauwe. Ja, goed zo. Zij verzint al op haar eigen parcours. Volgens mij dan oranje. Klaar? Ja. Nou, Tess hield een half uurtje vol en toen was het zat. Dus toen heb ik het overgenomen en nou, het ging prima. Morgen gaat ze gewoon weer de pony's rijden. Vandaag is het donderdag. Ja. Ja. Met ja, ik ga vandaag springen met Blondje en rijden op bocht en rijden op Boris. En wat gaan we met Verona doen? Of is Verona al gedaan? Verona is vanmorgen door Monique in de molen gezet. Dankjewel Monique. En wordt vanavond door Elisa gelongeerd. Dankjewel Elisa. Dus ja, het is vervelend dat we minder gelegenheid hebben om zelf allerlei dingen te doen, maar ja. Ja, dan krijg je als je tussen twee planeten heen pendelt. Ik heb dinsdag gereden en woensdag een halve les, op Tess had de anderhalve les gereden. Ja. En morgen ben jij vroeg klaar omdat het vakantie is, dus dan hebben we ook wat meer tijd. Dus dan kunnen we vrolijker rijden. Ja. Hallo, was je ook moe, broeders? Net als de Tessa. Nee. Hallo schat, wat vind ik er aan het liggen? Nee. Ja? Ik heb altijd stress als paarden liggen, maar ik niet. Het ging gewoon omhoog. Ja. Ik durf dan ook niet te filmen, want stel je nou voor dat het niet goed is of zo. Oh. Maar Boris heeft nergens last van. Gelukkig. Stijf een beetje. Hou recht. En dan ga je weer bij de C af. Let op dat je niet links rechts aan zijn hoofdje doet, hè? Want ik weet ook niet zo goed wat je wil. Ietsje eerder sturen, hè? Want nu zwaait je een beetje uit de bocht. Twee handen naar links en rij bij, en rij bij, en rij bij. Dus bij de N begint je aan wending al. Zeker aan deze kant. Nu al draaien. Welke dag is het vandaag? Vrijdag. En vandaag heb ik stress van YouTube dag. Wieso heb je stress van YouTube? Omdat er veel gefilmd moet worden. Mm-hmm. En we staan natuurlijk op twee stallen tegelijk. Mm-hmm. Aan de ene kant is dat fantastisch, omdat je heel erg veel leert. Aan de andere kant kost dat heel erg veel tijd. Ja? En zijn er nog heel veel andere dingen die ook moeten gebeuren. Dus ik heb vandaag stress van YouTube. Dat is. En ik heb vandaag eindelijk vakantie. Daar ben ik echt super blij mee. We gaan eerst naar Middelhof toe. Daar ga ik met Vrona freestylen. Ja. En daarna gaan we naar de Arkhof toe. En dan ga ik Blondie en Boris freestylen. En dan gaan we weer naar Middelhof. En dan gaan we weer naar Middelhof. Dus zo zijn we dan de hele dag weer. Ja. En ik ga met Blondie en Boris ga ik freestylen met Felicia. En, dat is wel leuk. Ja, zeker. En zelf ga ik met Verona aan de slag. Verona vindt het nog wel een beetje apart dat ik met een logeerlijn achteraan zit te zeulen.
Maar volgens mij vindt het ook wel grappig. Zo, en toen was het alweer tijd om naar de Arkhoeven toe te gaan. Dan ga ik Blondie en Boris freestylen. Yes, yes, you can. Zo, ik ben hier met Blondie. En Blondie haar lipjes. Yo, Blondie haar lipjes. Ze heeft een beetje aan het spelen. Blondie. Oh, nu niet meer. Ik ga even Blondie haar deken wisselen. Ja, ik ga je deken wisselen. Sorry. Hoi. Hier, dan gaan we echt op. Ja, goed gedaan. Goed opgelost. Ik kom afleiding spelen. Wil je dat zelf doen of in achter je staan? Goed, ja. Rest in je handen, dan zwaai je ermee jezelf. Ja. Nee, kom, we gaan die kant op. Ja, nee, kom. Goed zo. Ah, je hebt een hartje bij je staart. Daarin mag je iets sneller zijn, dat als je zich omdraait, gelijk hop hop. Gelijk weer terug.